Een zonnetje plus tophockey. Het zorgde ervoor dat veel Eindhovenaren vandaag oranje-zwart verkozen boven de Woonboulevard. Nog één overwinning is OZ verwijderd van de finale van de Euro Hockey League. Maar de Belgen beginnen agressief. Dit is de paal en daarna Mink van der Weerde die een pijnlijke achterstand voorkomt. Dan is OZ wakker. Rob Rekkers gaat op avontuur, slalomt en ziet Jelle Galema. Die raakte maar half, maar wat geeft het? Een lucky, maar wat geeft het? Oranje-zwart maakt de bevrijdende openingstreffer. En dan zijn de mannen van Oranje-zwart op dreef. Dit is een strafcorner en dat betekent maar één ding. Uw aandacht voor het sleepfenomeen van Brabant. Mink van der Weerde poest de bal in de kruising. De 2-0 op het scorebord. Iets later is het Gabriel Daban schuin voor het doel. Bam! 3-0. De finale lijkt zeker voor OZ. En Pasen kleurt in Eindhoven steeds meer oranje. OZ wint met 3-0 van de Belgische Dragons. En speelt op tweede paasdag in de eindstrijd van de Euro Hockey League tegen het Duitse Haverstehude. Uiteindelijk hebben we hier 3-0 echt top. Hoor het publiek. Ja, als je daar kijkt, het is gewoon super mooi en echt onwijs gaaf. En hoop ik zit er morgen nog meer en dan gaan we pakken. Dus komt goed. Dat is voor mij altijd een gevecht. En zo staan we er ook in. Dragons zijn cupfighters. En dan moet je één ding doen en dat is vechten. En dat hebben we fantastisch gedaan. We gaan hem zeker pakken en dan wordt het weer een groot feest hier op Oranje Zwart. Ik ga even daarin, ja? Ja.